Ja, Wouter Laumans, hartelijk welkom. Hallo. Misdaadjournalist. Zit je ook zo in de wedstrijd? Ben je ook zo gevoelig? Nou, kritiek vind ik wel lastig. Echt waar? Ja. Nou, het went wel. Ik bedoel, in ons vak krijg je sowieso wel kritiek. Je schrijft natuurlijk over mensen die het niet altijd even leuk vinden dat ze in de pers komen. Nee. Dus ja, dan ontwikkel je wel iets van een olifantenhuid. Maar als mensen echt keiharde kritiek op je werk leveren, dat vind ik altijd wel. Dan denk ik, in eerste instantie ga je een beetje aan jezelf twijfelen. En als het dan toch blijkt dat je het goed gedaan hebt, ja, dan vind ik het wel vervelend. Ga je ze wel eens bellen ook? Of zoek je ze op? Of? Nou, nee, het is ook wel een beetje all in the game, hè? Ja. Toch? Nee, heb jij dat niet? Nou ja, ik bedoel, ik krijg nog wel eens een reactie hier en daar. Dus als ik die allemaal aan zou trekken, dan denk ik niet meer dat ik naar buiten zou gaan. Nee, maar ik bedoel, de ene reactie trek je ook meer aan dan de andere. Hè? Dus als een vakbroeder het doet, dan neem je het serieuzer dan wanneer een of ander anoniempje op Twitter dat doet. Absoluut. Toch? Ja, zo werkt het een beetje. Ja. Nee, ik kijk ook heel vaak of er wat in zit. Of je er wat mee kan. Ja, natuurlijk, dat gebeurt ook wel eens. Ja zeker. Dus, het zou natuurlijk gek zijn als je bij alles zegt, nou, dat is onzin. Wat een idioot, ik doe hier niks mee. Ja. Nou, soms is het ook wel gewoon terecht natuurlijk. Hey, het proces Taghi gaat weer, het Marengo-proces gaat weer verder. Ja. Hoe lang gaat het nog duren, denk jij? Even voor de luisteraars, om even een inschatting te krijgen. Nou, jaren. Nog jaren. Ja, de prognose is nu 2022. En ik denk dat die aan de enthousiaste kant is. Dus dat gaat nog wel eventjes. Ja, het werk voor jullie hartstikke leuk natuurlijk. Maar of vind je het niet zo leuk? Nou ja, het is natuurlijk wel interessant. Hè? En het recht moet zijn beloop hebben, om het zo maar eens te zeggen. Maar het is nu wel een lange zit. Ik kan niet anders zeggen. En afgelopen, de laatste zitting die we hadden, ja, dat was een zitting, vorige week vrijdag was dat. En dan ging het al eindeloos gesteggel over procedures en dat soort dingen. En dan heb je wel eens het idee van, joh, ik zit hier naar 1 stap vooruit, 2 stappen terug te luisteren. En dat hoort allemaal bij de rechtsgang. En het is allemaal, ook dat is all in the game. Maar dat is wel het gevoel wat je na zo'n dag hebt. Jij bent er altijd bij al die... Nou, meestal wel. En dan gaandeweg, als die zittingen wat minder belangrijk worden. Ja, dat klinkt een beetje gek, maar soms verwacht je van, nou, er gaat niet heel veel gebeuren vandaag. Ja. Dan sla je er eens eentje over. Maar in de regel ben ik erbij of mijn collega Paul Vugtten. Wij werken allebei voor het Parool. Ja. Maar al dat gesteggel, ook dat wrakingsverzoek van die advocaat van de kroon, dat is allemaal voor de vorm. Want je weet eigenlijk wel dat dat niet gaat gebeuren. Nou ja, daarmee geven die advocaten van die kroongetuigen aan van, hé, luister, wij willen eigenlijk achter gesloten deuren vertellen wat er met die kroongetuigen aan de hand is. Die zou om medische redenen niet kunnen verklaren. En dat wilden ze per se achter gesloten deuren uitleggen aan de rechtbank. En de rechtbank ging daar niet in mee. Die zei van, ja, dat doen we niet. Want wij vinden eigenlijk dat de advocaten van de verdediging, dus de mensen die de kroongetuigen belast, die moeten daar ook deelgenoot van worden. Ja. En toen werd er gevraagd, en daarmee kunnen de advocaten van dus de kroongetuigen aangeven, joh, we zijn het hier echt mordicus mee oneens. Maar het is wel een stap die gemaakt kan worden en die gemaakt moet worden als mensen dat in hun belang achten. Maar het is het vertraagt wel enorm. Ja. Maar heb je nou nog wat aan Nabil B. op dit moment? Hoe zit dat nou? Nou, in principe heeft Nabil B. die heeft natuurlijk een aantal verklaringen afgelegd over de organisatie van Ridouan Taghi. Er is allemaal gedoe eigenlijk over zijn kroongetuigendeal. En dat heeft soms hoor je van, het heeft te maken met beveiliging, beveiligingszaken. En dus laatst was het weer had het te maken met gezondheid. Maar die verklaringen die er liggen, die liggen er. En die zijn bruikbaar. Dus als hij zegt, joh, dat zoals hij onlangs deed, ik schort mijn op, dan zijn die verklaringen niet opeens weg. Oké, dus dat heeft niet invloed op de uiteindelijke straf die eventueel uitgedeeld kan worden aan Taghi en zijn bende? In principe minimaal. Maar denk je dat hij het wel weer gaat doen, op den duur? Ja, kijk, dit zijn de haltes die je ook in andere processen hebt gezien van kroongetuigen. Die haltes worden genomen en dan is er te denken valt bijvoorbeeld aan Fred Ros. Die is ook wel eens gestopt en weer doorgegaan. Ja. Of Peter La Serpe. Ja, maar die is weg nu, hè? Die kunnen ze niet vinden. Nee, dat klopt. Ja, dat is ook weer zoiets, weet je wel. Dat verhaal is dat toch? Dat is een heel gek verhaal, ja. Maar maak je je zorgen over hem? Nee, ik maak me geen zorgen over hem. Hij mocht destijds zelf voor zijn beveiliging zorgen. En hij is nu van de aardbodem verdwenen. Maar zou er iets met hem mogen gebeurd zijn, denk jij? Of niet? Dat weet ik niet. Ik weet wel. Ja, als vakbroeder, jij moet het weten natuurlijk. Bij kroongetuigen in de buurt komen, dat is wel vrij ingewikkeld. Ik weet alleen dat Weile Martin Kok, ik weet niet of je die kent, de vermoorde misdaadblogger. Ja. Boccaccio gebeurde dat toch, of niet? Dat gebeurde bij sekshuis Boccaccio, inderdaad. En die heeft wel eens gezegd van, ja, ik plaats wel eens een berichtje over Peter La Serpe en dan komt er uit een heel ver buitenland, dan krijgt dat bericht opeens heel veel aandacht. Dat kon hij dan zien op zijn site. En dan zat hij een beetje te gniffelen van hij zit dus daar, dat is hem. Weet je wel, en of dat zo was, dat weet ik niet. Nou ja, je kan maar beter zo ver mogelijk wegzitten in dit vak als je dat hebt gedaan, toch? Kennelijk. Doen? Ja. Integreert het je of helemaal niet? Het is net als met die bitcoins dat je denkt, ver van mijn bed. Nou, ik vind dit altijd, ik vind het frustrerend dat het zo lang duurt altijd. En dat, want dus het knisperen, het nieuwe gaat er dan, ja, god, dat klinkt heel gek. Dat een beetje vanaf. Maar eerst ben je zo opgelucht en misschien ook al blij met z'n allen dat Ridouan Taghi eindelijk toch gepakt is dan. Ja. En dan hoop je ook dat er concreet wat gebeurt. Maar dat is wat eruit blijft. Dat is wat je bedoelt te zeggen, toch? Ja, natuurlijk. Ja. En ook dat die, nu, die getuigen dan allemaal wegvallen, denk ik van ja, gaat het dan nu, wordt het nu steeds wankeler en steeds moeilijker? Nee hoor, kijk, er zijn eigenlijk een aantal poten waar dat bewijs dan tegen hem op steunt. De getuigenverklaringen van Nabil B. is één zo'n poot, dat is belangrijk. Maar daarnaast ligt er nog een hele bak aan PGP-berichten. Berichten die met versleutelde telefoons die criminelen aan elkaar versturen. En ja, dat is zo overweldigend, dat bewijs. Dus, ja, dat... Jij vond dat de pushbericht het niet waard? Dat is eigenlijk niet heel groot nieuws dat zo iemand eruit valt, Nabil. Nee, zeker. Dat is absoluut maar het is net zoiets als dat iemand geblesseerd raakt voor het EK. Dat gebeurt ook wel eens vaker, maar dat is wel nieuwswaardig. Ja, maar als de Depay geblesseerd raakt, is toch even iets anders dan bijvoorbeeld de Roon, zeg maar. Toch? Nee, maar en dat is in dit geval dus ook zo. Ja, dit is Depay, toch dan? Nou ja, dit is een belangrijk figuur voor dat hele proces. Dus het is wel echt een sleutelfiguur, ja, natuurlijk. Ja. Maar uiteindelijk wordt Taghi gewoon voordeel, zeg jij? Ik denk dat het heel moeilijk wordt om hem vrij te krijgen. Maar dat betekent dus dat we de komende jaren gewoon naar een toneelstuk gaan zitten kijken? We zitten naar de rechtsgang te kijken. Ja. En de rechtsgang, dat moet gewoon volgens bepaalde procedures lopen. En ik denk ook dat we daar met z'n allen heel blij mee mogen zijn dat het zo gaat in Nederland. Dat je niet zegt, nou ja, er ligt van alles en meneer, u bent hartstikke schuldig en we hameren het af. Nou ja, in sommige gevallen zou ik denken... Hè? Nou ja, ik ben wel eens bij een proces in Marokko geweest. Dat was binnen een kwartiertje gepiept. Dat is natuurlijk wel efficiënt, maar is er dan nog sprake van een eerlijke rechtsgang? Ik denk het eigenlijk. Nee, maar er zit wel een tussenweg tussen een kwartiertje en jaren en nog eens jaren, toch? Dit is natuurlijk een complex proces. Dat moet je wel realiseren. Dit zijn en het gaat over iets. Hè. Het gaat over moorden en aan de andere kant gaat het over mensen die levenslange gevangenisstraffen boven het hoofd hangen. Daar kan je natuurlijk niet lichtzinnig mee omspringen als rechtsstaat. Nou, dat gaat ook over heel veel mensen die nog steeds in een soort dreiging leven. Ook collega's van jou natuurlijk, wat dat betreft. Ja. En dat is nog lang niet opgegeven, heb ik die indruk. Hè? Ondanks het feit dat Taghi nu vast zit. Er zijn gewoon weer nieuwe die hem daar ook weer, toch? Nou ja, John van der Heuvel zit nog steeds in de beveiliging. En dat is heel erg voor hem. Ja. Ja, nee, ik ken John toevallig persoonlijk vrij goed, dus ik weet alles wat je bedoelt. Dat is inderdaad heel heftig. Nog jaren te gaan, Wouter. Ja. Ga je ook andere dingen zo nu dan doen? Of, ja, zeker. We blijven altijd om ons heen kijken, want er gebeurt genoeg. Ja, oké. Misdaadverslaggever Wouter Laumans, bedankt. Gedaan.